Vandaag ga ik jullie meenemen hoe ik eigenlijk al mijn isopods en millipedes eten geef en verzorg elke week. Ja, let's go! Mijn naam is Jordi en welkom terug op dit fantastische YouTube-kanaal Jordi's Nature. Dus, wij gaan vandaag isopods en millipedes verzorgen. Ik ga jullie meenemen in mijn routine hoe ik deze diertjes eigenlijk zoal ga verzorgen. Het is ongeveer eigenlijk allemaal hetzelfde. Ik ga een aantal isopods tonen, degene die jullie al kennen. En degene die jullie nog niet kennen, want ik heb er een aantal nieuw van de vorige beurs in Houten. Daar ga ik eens een aparte video van maken. Maar momenteel krijgen jullie gewoon al te zien hoe ik mijn isopods die jullie al kennen verzorg. Zo kunnen jullie ook weten waar ik over spreek, hoe jullie ze moeten verzorgen als jullie deze dieren hebben. We gaan de tafel op de camera zetten. Ja, tuurlijk. We gaan de camera op tafel zetten en we gaan dan gelijk erin vliegen met de isopods te verzorgen. Let's go! Zo, laten we beginnen met deze soort. En deze soort is ja, de gewone Porcelio Lavis Dairy Cow. Ja, Porcelio Lavis Dairy Cow. Dus ik denk dat jullie deze wel kennen van de vorige video's waar ik deze heb gebruikt. In de centipede bak. Hoe verzorg ik deze? Nu, het allerbelangrijkste is dat er sowieso beukenblad en eikenblad in ligt, want daar houden ze nu eenmaal van. Maar er zijn natuurlijk nog een aantal andere dingen wat je moet gaan voorzien voor deze dieren. Wat ik hun altijd geef zijn gewoon worteltjes. Gewoon hele kleine stukjes wortel. Gewoon hier eentje liggen, laten liggen, daar eentje laten liggen. En dan als laatste gaan wij gewoon een klein beetje gaan sproeien op de helft. Zo goed langs de rand, zodat het goed wordt opgenomen. Niet al te veel. Dit is voldoende. En dan als laatste ga ik er ook een heel klein beetje fishflakes. Dit is eigenlijk al te veel. Fishflakes, dat zijn gewone fishflakes die je overal in elke dierenwinkel kan krijgen. En die ga je eigenlijk zo'n beetje gaan verspreiden. Zo een beetje over het terrarium heen. En dat is eigenlijk al meer dan voldoende. Hou altijd er rekening mee dat je niet te veel eten geeft. Want hoe meer, hoe overfeeding je doet, hoe meer kans op mijten en op larven van fruitvliegen en dergelijke. En dat wil je natuurlijk niet. Zo, en zo simpel kan het zijn. Op naar de volgende. De volgende! Dit zijn dan weer de Porcelio Lavis Orange. Dus deze kolonie heb ik ook een tijdje geleden gebruikt in mijn bak van mijn vinegaroon. Zoals ik daarnet ook heb gezegd, beukenblad, eikenblad, twee hele kleine stukjes wortel. We laten hier eentje liggen, daar eentje liggen. En dan gaan we zo de bak een beetje gaan besproeien. Altijd mooi langs de zijkant sproeien, ook natuurlijk in het midden. Maar waarom langs de zijkant? Zodat het water makkelijker stroomt naar beneden en kan overvloeien naar de bak zelf. Zo. En dan natuurlijk, zoals gewoonlijk, een klein beetje fish flakes. Niet al te veel. Zo. En kijk eens. Kijk, kijk, kijk. Teken van nakweek. Teken van nakweek. Kijk hoe klein. En toch zo oranje. Ja. Leuk. Altijd leuk als je ziet dat de kolonie goed bezig is. Oké. Deze zijn de Armadillium kluggies. Deze kolonie. Deze heb ik wel een soort van nieuw sinds de beurs. Ja, ik heb dus een kweker gevonden die dus deze kluggies 50 stuks per 50 stuks verkocht. En er was er eentje gevallen. En deze verkocht ze aan 50 stuks voor 25 euro. En ik dacht, dit kan ik niet laten liggen. Er zijn er wel een aantal dood ondertussen. En die probeer ik altijd eruit te halen. Dus ik probeer altijd eerst te kijken, heb ik weer dooi of niet. Momenteel zie ik hier
Nee, dat is geen dooie. Dat is een blad. Geen dooie? Oké, okay, geen dooie dus. Mooi. Oké, okay, geen dooie. Perfect. Deze kluggies zijn echt fantastisch gekleurd. Echt een leuke isopod. Natuurlijk nog altijd het blad. Twee kleine stukjes wortel. Daar eentje leggen, daar eentje leggen. Een mini klein beetje fish flakes. Beetje strooien. Zo, meer moet dat niet zijn. En dan natuurlijk benevelen. Mooi langs de zijkant. Ook niet te veel. Klugjes zitten graag wat vochtig. Maar niet al te vochtig. Dus daarom gaan we hun wat minder gaan besproeien. Dat is zeer belangrijk voor klugjes. En dit waren dan alweer de drie grote bakken van millipedes die jullie gewoon zijn, die ik heb. Dan gaan we over. Deze bak, nu kunnen jullie ook mooi de naam lezen. Dus, en ook hoeveel stuks per stuk ik ze gekocht heb. Maar deze is echt een booming, een mooie booming kolonie. Deze duurt echt fantastisch, kijk dan. Echt, deze zijn echt hele mooie isopods en ze doen het echt geweldig. Ik ga ze binnenkort ook groter verhuizen. Deze geef ik maar één stukje wortel, omdat het anders echt overfeeding is. Dan gaan we hier een klein beetje... Dan gaan we hier een klein beetje sproeien. Maar niet te veel, omdat het in een klein bakje is natuurlijk. Dus altijd rekening houden. En dan als laatste een heel klein beetje fish flakes. Zo. Dat was letterlijk één fish flake die ik hun heb gegeven. En dat is meer dan voldoende. Zo. Dan is deze ook alweer gedaan. En dan op naar de twee laatste bakjes. En dat zijn de Cubarische. En Cubarische, ja, dat zijn een van mijn mooiste. Maar eerst, we gaan beginnen met de Murinas. Murina, ja. Het ding is met de Murina, ze worden een lange tijd niet kweken. Je ziet ze misschien niet zo goed. Hè. Hier zie je ze wel. Als je goed kijkt, hier zit er eentje, zie je. Murinas, ze worden een lange tijd niet kweken, maar ik heb vorige week wel gezien dat er kweek was. Kijk, dit bedoel ik dus met overfeeding. Dus blijkbaar overfeed ik ze, want dit stukje wortel heb ik nog over en het is aan het schimmelen. En dat is niet goed. Dus dit gaan we eruit halen. We gaan het vervangen. Dit gaan we hetzelfde doen met mijn King Pandas. En ik zie dat mijn batterij op is van mijn... camera. Oké, okay. Ik heb niet zoveel minuten meer, dus ik ga moeten afsluiten. Zo, dat was alweer de video. Sorry van de abrupte afsluiting. Ik had mijn camera jammer genoeg niet opgeladen en het duurt redelijk lang totdat die volledig is opgeladen. Maar alsnog, nu weten jullie dus hoe ik ongeveer mijn isopods verzorg. Jullie krijgen zaterdag een video te zien van mijn nieuwe isopods die ik heb gekocht. Superleuk gaat die worden. Ja, het is even weer isopod thema. Dankjewel om zo bezig te kijken. Vonden jullie deze video nou leuk? Beloon het dan met een blauw duimpje omhoog. Vergeet beneden om de knop abonneren zeker te drukken. En sorry dat deze video één dag later is. Maar dat komt omdat woensdag een van mijn dagen is dat ik mijn dieren voeder. En ik ga dat niet speciaal voor een video opschuiven. Dus daarom donderdag een video, omdat ik hem gisteren heb opgenomen, woensdag. In plaats van woensdag een video die ik dinsdag opneem. Maar alsnog, sorry voor de abrupte afsluiting. Maar ja, zaterdag krijgen jullie een volledig mooie video te zien. En binnenkort ga ik eens een XXL video maken. Hoe ik alles eten geef, verzorg en dergelijke. Dan ga ik super lang mee bezig zijn. Dat gaat super lange video zijn. Maar alsnog, wil je meer weten over mij? Dan mag je naar beneden gaan in de beschrijving. Daar zie je een link naar een Spotify. Daar mag je op klikken. Naar Even Serieus, de podcast genaamd. Daar kom je meer te weten over mijn privéleven. En ja... Ciao, mensen. Dank u wel. Ja, nogmaals sorry, maar ik heb letterlijk mijn camera gewoon vergeten opladen. Kan gebeuren, toch? Kan gebeuren. Ciao.